Mensen kunnen het zien en ze kunnen het dan begrijpen. Je vraagt je af of dat hetzelfde of is. Of je dat begrijpt. Ja. Als je ziet. Ja, maar nou, ik zei net iets anders. Maar als je dus, er zijn een paar mooie voorbeelden van waarbij het zien een rol speelt. Maar waarbij het begrip niet boven water komt. En dan, daaruit kun je concluderen dat begrip meestal gekoppeld is aan ervaring. Als je, of wat, als men toen in, op Java hebben ze, in de vorige eeuw lieten ze aan een Javaanse boer een foto zien van een doosje lucifers. Hij had nog nooit de foto gezien en wist dus niet wat het was. En wat hij dus kon zien was losse stokjes, staafjes. Hmm. En hoewel hij dat niet erg duidelijk vond, dacht hij dat hij naar een wiel keek van een rikscha, een karretje. Hij dacht dat die lucifers spaken waren van een karretje. Zover kon hij komen. En wij zouden dat dus nooit hebben. We hebben zoveel ervaring met het zien of het kijken naar foto's, dat je een soort analyse kunt maken van het beeld, zonder dat je dat met je hersen doet. Dat gebeurt gewoon. Je kunt het vertalen. Hè? Op een foto staat altijd iets wat die camera gezien heeft. Maar de camera zelf ook begrijpt ook niet wat hij doet. Hij ziet, het wordt dus even geregistreerd. Maar begrijpen, dit is de vraag natuurlijk of er iets te begrijpen valt. Dat moet je je zelf afvragen. Of als je hebt het over beeldende kunst en als je daar dus naar kijkt, valt het dan wat te begrijpen? Heeft die kunstenaar die dat maakt een boodschap die begrepen moet worden? En wat is dat dan voor een soort boodschap? He, als je religieuze kunst hebt, dan zou je kunnen zeggen dat als Christus aan het kruis hangt, dan doet die kunstenaars doen verschrikkelijk hun best om Christus vooral lijdend te maken. Hij moet een gepijnigd gezicht hebben en het bloed loopt er een beetje uit. En zijn ogen zijn weggedraaid en die kroon op zijn kop die doet zeer. Dat is een boodschap van de kunstenaar. Die is gekoppeld aan, ook aan de opdrachtgever in de regel. Dat de Christus is een de leidende mens, hè? Zo ongeveer. Dus hij moet allerlei stukjes lijden laten zien. Dat doet die kunstenaar. En de toeschouwer, als hij er naar kijkt, dan zal die, als hij zijn best even doet, zal hij dus goed. Als hij weet van Christus, is dat niet moeilijk, want dan voelt hij dat meteen, oh, daar hangt hij. Mm. Maar als hij nog nooit, als hij niet een christen is, maar een muslimman of een Tibetaan of zo, hè, dan kan hij na een tijdje ernaar gekeken te hebben zien, hé, die man die heeft pijn. Of dit of dat, hij ziet dat er bloed uitkomt. Maar of de bedoelde mededeling van de kunstenaar, of die bij de toekijker, toeschouwer binnenkomt, dat is de vraag. Alleen als je een christen bent, dus een ingewijde, die kan daar kennis van nemen. En de ander kan alleen maar een soort, aan de hand van het analyse van het beeld zeggen van, oh, daar is een man die is gekruisigd, als hij daar een beetje verstand van heeft, maar anders is het gewoon een man die met zijn handen aan een gespijkerd hangt. En die heeft pijn, dat kun je goed zien, want de kunstenaar die laat zien dat hij zijn gezicht is vertrokken en het bloed loopt eruit. Maar is het al niet voldoende? Nou, dat kun je afvragen. Moet de kunstenaar een illustratie maken van een verhaal, doet hij dat? Als hij Christus aan het kruis schildert of beeld houdt, dan is hij eigenlijk bezig met een illustratie. De illustratie van het verhaal uit de Bijbel. Is het een hele bijzondere kunstenaar, dan kan hij zich misschien inleven in het feit dat Christus daar dus hangt en dat hij gekoppeld aan het verhaal, dat hij daar dus nooit van, het was een soort lotbeschikking. Hij wist van tevoren dat hij dat zou moeten gaan doen, dat hij volgens het verhaal, hè? Hmm. Hij zou. Thank you.